Kom op, Mark. Vandaag hebben we de spelletjesdag van HSV Almelo. We proberen gewoon een hele leuke morgenochtendmiddag te organiseren voor onze leden. En alle trainers hebben meegewerkt. Iedereen heeft een leuk spel bedacht. En ze kunnen overal maximaal 5 punten scoren. En ze krijgen van elke trainer een bonusvraag. Beantwoord je die goed, dan heb je een bonuspuntje erbij. Nou, en zo zijn er 7 onderdelen. We hebben heerlijke knakworstjes, daar moet voor betaald worden. De koffie en de thee en de cake, die is gratis op deze dag. En we hebben leuke opkomst en het... We zijn dik tevreden. Ja, netjes. Hartstikke goed hoor. Knappe meid. Het doel van de spelletjes is eigenlijk gewoon voor onze leden, en er mogen ook mensen van buiten afkomen, om gewoon te laten zien hoe leuke, gezellige vereniging we zijn en hoe we op een leuke, ontspannen manier met honden omgaan. Het is niet allemaal moeten bij ons, het is gewoon de band tussen mens en hond is bij ons het belangrijkste. Nu doen jullie niet alleen dit soort spelletjes dagen, maar jullie trainen ook, hè? Wat kunnen mensen hier verder vinden bij de hondensportvereniging? Ja, nou, we beginnen vaak als mensen binnenkomen met een kleine pup, dan wordt op een hele speelse manier wordt de puppycursus verzorgd. Mensen gaan gelukkig altijd door en dan krijg je de jonge honden. Dat is de leeftijd dat de honden toch wel een beetje ondeugend worden en dat je veel humor moet hebben om het allemaal in de gaten te houden. En daarna komt echt de tijd, dan kan je echt wat gaan trainen en echt wat moeilijke dingen gaan oefenen. Dat heet bij ons de A. Maar daarnaast kan je ook rally O doen. Vroeger heette het rally O, was het echt een wedstrijdsport. Maar ik zeg eigenlijk liever GLBZ. Gewoon lekker bezig zijn met je hondje. Er zit een stukje gedrag en gehoorzaamheid in. Er zit een stukje, heel klein stukje doggy dance in. En er zit heel veel agility in. Of behendigheid heette dat vroeger. Maar dan op een heel leuk speelsniveau. Verder kun je hoepers doen, dat is nieuw. Dat is een hond, eigenlijk blijf je zelf op de vierkante meter staan en je stuurt ze vanuit die positie door allemaal tunneltjes en om tonnetjes en je leert dus echt op afstand sturen. Is nieuw, maar erg leuk om te doen. En we hebben een hele erg goede behendigheidsgroep. Ook mensen die echt op WK-niveau trainen. Wat uiteraard niet hoeft, want je kan ook gewoon recreant zijn. Dus eigenlijk is er voor elk wat wils hier.